grootste rockband van Nederland wel boek. Het is met een gewicht van 2,5 kilo meer een monument. Net als de band zelf. En die zit hier aan tafel. Goedenavond, welkom. 2,5 kilo, dat is nogal behoorlijk zwaar. Lijvig. Lijvig, hè? Ja. Met de meest geweldige anekdotes, mag ik wel zeggen. Het zijn 800 foto's. Hebben jullie het zelf... Ik zal het even laten. Wauw. Ja, het is niet meer een leestafelboek in de zin dat je het niet kan oppakken als je het aan het lezen bent. Niet in bed. Nee, het is niet voor iets voor in bed. Daar doe je dan weer andere dingen niet volgens school. Nee. Nee. Hey. Jij wel. Vertel. Nou, op schoot. Heerlijk, met de deur dicht. Met de eering op schoot. Dan krijg je wel trombose als je dit... Laten we hem zitten, ja. De... Ja. Laten we er even bij het begin beginnen. Laten we even kijken naar hoe jullie ooit begonnen. Als de Beatles er niet waren geweest, dan hadden jullie misschien anders geklonken. Het grote voorbeeld. Laten we er even naar kijken. Nur noch aus England oder Amerika kommt, der mag sich gleich korrigieren, wenn er die Golden Earring aus den Niederlanden. First of all, music from Golden Earring, just about to start their British tour with Leonard Skinner's support. The boys from Holland, they come all the way from Holland, they're gonna play some rock and roll for you. We got the Golden Earring. Golden Earring has become one of the world's best known rock and roll bands. And since the late 1960s, they've recorded 21 gold and platinum albums. Moonlight et avant cela. Muse, Golden Earring, c'est on the Jolly Jetting Jukebox Show, it's Golden Earring. Leute zu Gast im Rockpalast, Golden Earring. You saying the Golden Earring. The Donna Summer and I remember yesterday and a sound of the difference from Golden Earring. Echt wereldberoemd. All over the world. Het klopt meteen. Ja, ja, het is drie keer zo snel tegenwoordig. Ja, Het hele leven, hè? Het hele leven gaat drie keer zo snel of gaat het drie keer zo lang? Relatief. Het is relatief. Het is relatief. Heb je wat meegekregen van de Einstein College? Ja, ja, ik had Einstein was a rock. Dat was altijd mijn relativiteitstheorie. Oké. Die is misschien nog wel moeilijker. Kijk, die begrijp je wel? Stinkt. Die kan je ook navertellen. Ja, Einstein was a rock. Oké, hij is erg goed. Ik wilde gaan beginnen met, in het boek beschrijf je, George Kooijmans, dat jullie eigenlijk begonnen door de Beatles. Dat je de Beatles, hoorden jullie als, jullie speelden eerder wel muziek, maar door de Beatles realiseerde dat je zelf muziek kon gaan maken. Ja, dat je klopt. Zelf muziek kon gaan schrijven. Ja, ja, ja. Terwijl je gewoon natuurlijk die nummers die je daarvoor speelde, natuurlijk ook, dan wist je ook dat ze geschreven waren door de mensen, vaak zelf of de andere mensen. Maar bij de Beatles was het dus inderdaad echt heel duidelijk dat zij zelf de muziek schrijven voor hun eigen band. Want jullie coverden daarvoor gewoon? Ja, in feite wel, ja. Ja. Precies, ja. Maar een coverbandje. We gaan nu naar het juiste fragment, want het fragment van de Beatles, dat zit er nu aan te komen. We speelden wel regelmatig, maar eigenlijk de opgang van de Beatles, ja, die zijn we gaan naspelen. Dat deden we waarschijnlijk zo goed, dat toen kregen we inderdaad een hele schare fans achter ons aan natuurlijk. En we mochten dus een plaatje maken. Nou, dat was natuurlijk uniek. Please Go, dat is de eerste die... ik denk dat iedere Hagenaar van mijn leeftijd heeft dat plaatje. Die hebben gezorgd dat wij in de hitparade kwamen. Geweldig, hè? Dat is zo mooi, dit nummer vindt, is dat je hoort de Golden Earring al helemaal en toch lijkt het ook een beetje op de Beatles. Daddy, Buy Me a Girl was dat. Ja. Ik was meer een Stones fan toen. Jij was meer een Stones fan. Ja hoor. En daarom, daarom zijn jullie uiteindelijk zeg maar de Nederlandse Rolling Stones geworden. Hey, dat was trouwens Frans Kassenburg, de eerste zanger. Toen was je er nog helemaal niet bij, vandaar dat je Nee. Ik zat toen bij de Stones. Ja. Je zat toen bij de Stones. Ja. Nou, Cesar, jij zegt in dit boek, dat vond ik zo mooi, over die waarom dat al die bandjes uit Den Haag komen. Want in die tijd, begin jaren 60, was Den Haag de grote bloeitijd van de Nederlandse popmuziek. Dat was de stad waar ze allemaal vandaan kwamen. En dat kwam doordat er zoveel Indonesiërs in Den Haag woonden. Ja, de Indo-rock, de jongens die speelden allemaal. En die waren ook iets ouder dan wij. Dus die hadden al die bands voor elkaar en die gingen op tour en die speelden in clubs. Alhoewel het wel voornamelijk instrumentale muziek was. Maar ze speelden allemaal. De
zeg maar, de Indonesiërs waren voor jullie wat de zwarte in de Verenigde Staten voor andere muziek waren. Ja, dat was wel een voorbeeld, ja. Ze waren goede muzikanten, goede bandjes. En waren er in Den Haag ook gewoon podia waar je kon spelen? Of juist... Wel clubs. Ja, in Palermo Dance had je dus eigenlijk. Heel veel van die bandjes speelden in Duitsland in clubs. In Nederland had je wel, in Den Haag had je Palermo Dance en in de Yvonne Bars, waar gewoon... Ja, waarbij dus zo, La Gaeté, ja. Daar speelden die gasten allemaal. En daar mochten wij toen de tijd toen toch niet in, hè? Maar die waren geweldig goed, die gasten. Ja, dat keek je gewoon keek je enorm tegenop. Jij kwam daar later bij en jij kwam helemaal niet uit Nederland. Nee. Je kwam uit India. Ja. En hoe kwam je hier terecht? Mijn moeder die ging op vakantie naar Nederland en besloot om hier te blijven omdat het klimaat er beviel. Het eten. Daarna vond ze het eten erg lekker. Dat staat niet in het boek. Nee, dit is nieuw. Het had drie keer zo dik kunnen zijn. Nee, want jouw moeder kwam hier alleen heen. Jij sprak geen Nederlands. Nee. Je sprak alleen maar Engels. Vandaar dat Engels en Urdu, hè? Urdu. Urdu? Mastaji. Nee, zeg maar. Als je 8 bent, dan verdwijnt zo'n taal. Dan had je best cool. Maar je moeder die sprak het ook niet meer thuis met je. Urdu. Nee. Maar daardoor wel waarschijnlijk dat je nooit kon horen dat de Golden Earring een Nederlandse band was. In tegenstelling tot sommige andere bands. Hij sprak goed Engels. Ja, nou, ik had daarvoor al bij bands gezeten en dat was de enige die begreep waar de zangers en zangeressen het over hadden. Want we speelden cowboytje ook en werd kooiboy. En dan hadden ze het over de Lone Ranger. En ik kwam er pas jaren achter dat ze het over de Lone Ranger hadden. Dat heb ik nooit begrepen gewoon. Maar dat was wel meegenomen. Ik ben eigenlijk daardoor gewoon naar voren geduwd om zanger te worden. Want weet je wel, zingen, dat was echt was geen ambitie, zeg maar. Je was fluitist bij de Golden Earring. Dat stond erin. Nee, maar ik werd uitgenodigd om bij de Ian te komen zingen. En toen hadden ze net een plaat gemaakt, die heette Sound of Screaming Day. En er zat een fluitsolo in. Dat is in Engeland opgenomen en dat was een van de beste fluitisten ter wereld. Had dat ingeblazen. Dan moest ik in een week moest ik dat gewoon leren. Mijn kamertje opgesloten en dat was het enige wat ik jarenlang, was het enige riedeltje wat ik kon spelen dan. Het is wel een heel bekend beeld van ja. Ja, maar toen later heb ik een beetje, vond ik het leuk om fluit te spelen, maar weet je wel, zingen is zingen en fluit spelen en maar slechte combinatie, dames en heren. Ja, oké, maar goed, het bleek uiteindelijk wel een gouden greep om jou aan te stellen als liedzanger. Ja, dat hoop ik wel. Want daarna kwam jullie doorbraak, begon het pas echt goed. Hè? Bestaan, Nou, we hadden een zanger eigenlijk, maar toen de zanger wegging, en George zong heel veel, we wilden meer een band zijn à la de Beatles of de Stones, met niet echt één particular frontman, maar gewoon meer mensen die konden zingen. Zodat we flexibeler waren, dus hij kon gitaar spelen en zingen, en George speelde gitaar en zong. Ze konden gewoon veel meer repertoire op die manier aan andere soorten songs ook. Ja. Hij heeft een hele andere stem als George bijvoorbeeld, dus we werden veelzijdiger daardoor. Ja. Jullie zijn ook echt een band, dus niet één iemand... Ja, als George ging zingen, dan moest Frans, die het ook net beeld, die moest met een tamboerijn ergens in de coulissen gaan staan, waar hij spreekt. Het was geen band meer dan, dus dat wilde gewoon een complete band fluit zijn. Dat doe je nu, speel je nu met je speel je nu fluit. Ja. Ja. Maar dat leidde tot een. Ik heb niks gezegd. Het leidde tot een grote. We hadden het net over Einstein. Het leidde tot een grote doorbraak in de Verenigde Staten. Ted Nugent laat zich uit over Golden Earring. Laten we daar even naar kijken. That's what I really appreciated about Golden Earring. These guys had a rhythm and blues appreciation and an uninhibited dynamic rock and roll appreciation for the original uppity, kiss my ass rock and roll fire breathing elements. And they had it with a garage band fervor, but with a disciplined R&B. One of the greatest drummers of all time, Caesar, right? One of the greatest rhythm and blues rock and roll drummers of all time. Ja, en Caesar Zederwijk, die kennen we bijvoorbeeld als acrobaat. Er staan hier foto's in. Het is gewoon echt geweldig. Hij springt over zijn drumstel. Ja, dat doe je. Ja. Dat doet hij nog steeds, hoor. Doet hij nog steeds. In zijn drum. Er zijn, wat ik het aardig vind, je vertelt in het boek over mensen die dat proberen na te doen. Ja. Ja, en die wisten niet dat ik zo'n mooie standaard onder die toms had zitten waar ik me op afzette en zo. Dus die zakte dat dwars doorheen. Ja, ik begrijp dat de luisteraars die echt met behoorlijk wat hechtingen op hun voorhoofd hebben gelopen. Keith Moon, die heeft het een keer geprobeerd.
Keith Moon, die heb je geprobeerd. Ja, die probeerde alles. Ja.